Ja, maar ik was dus heel erg verdrietig daarom. Een van mijn exen die heeft gelogen dat hij drugsdealer was. Maar hoeveel volgers heb je er ongeveer bij gekregen op TikTok alleen? Tijdens die lives. Jij liegt ook heel veel, hè? Maar ik heb een vermoeden wie die haataccount is. Hoe heb je je miskraam ervaren en denk je er nog aan soms? What's going on, peeps? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. En zoals jullie kunnen zien aan de titel heb ik vandaag een mukbang van Wagamama. Zij hebben namelijk dit heerlijke eten aan ons gegeven en we gaan alles een beetje proeven. Sommige dingen heb ik nog nooit gegeten bij Wagamama, maar ik neem altijd de chicken grilled ramen. Ik ben niet alleen trouwens, ik ben natuurlijk met Jane, dat heb je natuurlijk al gezien. Hoi! Je kan Jane kennen van... Fully Girls, TikTok, you name it. Wat hebben we allemaal voor lekkers? Dit zijn yakitori... Spiesjes. Dit zijn katsu. Boontjes. Wat voor chicken ramen heb jij? Ik heb met gyoza. Zeg het goed? Gyoza. Gyoza. Het ziet er best wel lekker uit. Er mist nog zeg maar water, maar dat hebben we hier, de soep. De bouillon moet er nog bij. Juist. Wat voor soep heb jij? Je hebt chicken staat erop. Ik heb chicken. Ik heb rich. Chicken gyoza's. En ja, ik heb dus de grilled chicken ramen die ik eigenlijk altijd bestel bij Wagamama. Dat is echt mijn favoriet. Jouw lijkt echt op zeg maar... Protein. Nee, kijk, dit zijn geen noedels, hè? Dit zijn, hoe heet dat? Bamboo shoots. Oh, ja. Oh, hé. Hey. Ze spet het een beetje, hoor. Maar dan geef je niet, dat spetten we kent ze wel. Kan je ophouden? Dit is een kindvriendelijk kanaal. Oh, ja. Ik was een soort van een beetje offline ook op YouTube, want... Ja, waarom eigenlijk? Ook met bruine YouTubers zijn we nog steeds offline. Nou ja, wanneer het online komt, dan zijn we weer... online. Ja. Yeah. Maar we moesten gewoon alle twee eventjes, Faisal en ik moesten gewoon alle twee eventjes bijkomen. We hebben ook echt... Snap ik. Die Juice for Justice heeft echt veel met ons gedaan. It did us no good. Die shit in de stad en zo. Dat was echt die wake-up call voor ons, dat hè? Dat is echt ook een trauma. Ja, zeker. Zeker weten. En veel mensen begrijpen dat niet. Het was gewoon, kijk, op zich hebben we het nog wel oké gehandeld door nog aangifte en zo te doen en zo. Zeker, maar ja. Ik merk dat ik nu meer achterom kijk bijvoorbeeld. Als ik loop, ik kijk meer achterom van, word ik gevolgd of zo. Ja, ik loop sowieso s'avonds ook niet alleen. Ja, eerst had ik dat gewoon nooit. En dan nu is dat gewoon, ja, best dus, eigenlijk ja, een beetje. Het is gewoon echt een trauma. En ik vind zeg maar de reacties, je hebt van die reacties waaronder mensen zeggen dan, ja dat komt door de Juice for Justice, dat is jullie eigen schuld. Nee, je had daar niks mee te maken. Zo misplaatst. Nou, dat is dus het irritante. Mensen, als ze geen antwoord hebben op een vraag, gaan ze zelf dingen verzinnen. Ja, dat is heel irritant. En dan, ja, ze wisten dus niet waarom we werden aangevallen in de stad. En dan gaan ze denken van, ja, het komt door Juice for Justice. Is jullie eigen schuld. Jullie doen altijd stoer op live en zijn niet stoer in het echt. Want eindstand? Het ging gewoon om Faisal dat hij, ja, op jongens valt. Ik weet niet per se of ik heel erg blij moet zijn met, zeg maar, de commotie die ik ermee heb gekregen. Maar ja, Jane Carto. Ik denk dat... dat niet meer, zeg maar, someone unknown is. Oh, ja. Exact, maar ja, ja, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk ook een YouTube-programma. Ik heb 5 jaar, fucking 5 jaar hard mijn best gedaan voor het YouTube-programma. En waar kennen mensen mij van? TikTok. What the fuck? Maar dat had ik dus ook. Ik doe, vanaf 2015 doe ik al YouTube. Ja. En ik deed al die jaren YouTube. Nu sinds, al, nu sinds 3 jaar doe ik TikTok. Ja. Maar nu ben ik die... TikToker. Sorry, maar ik voel me gewoon... A bit slightly offended. Ja. Werk je zo hard aan je YouTube kanaal en dan word je een TikToker genoemd. En dan wordt er een TikToker genoemd. Sorry, maar ik vind... Ik ben geen TikToker. Ja, ik ben wel een TikToker, maar dat is niet mijn hoofd. Ik zeg je eerlijk, soms knip ik mijn noedels, maar je weet... Nee. Nee, grapje. Ik als Asian kan dat echt niet zeggen. Hoorden jullie dat? Nee, vergeet het. Luister, ik ga deze uitleggen. Je hebt toch zeg maar van die Samyang die bulldog noedels, die allerheeste. Die dikkere. Ja, die dikke. Dan ga je dat zo eten. Maar je weet toch, die saus is heel erg peper. Ja. Dus zeg maar... Dan ga ik het zo doen, zo. En dan ga ik... Nee. Ja. Schaam je je niet? Wat is jouw afkomst eigenlijk precies? Wat denk je dat mijn afkomst is? Of weet je dat natuurlijk al? Ja, ik denk dat je ook wel deels Surinaams bent. Ik heb familie, hè? Ja, toch? Ik ben Javaans, dames en heren. Aha, maar ik heb letterlijk alles al gehoord. Filipijns. En je bent dus Javaans. Ik ben Javaans. Ik wist het wel. Nu je het zegt, weet ik het weer. Want je hebt het al een keer eerder gezegd. Oké, wat vind je echt niet lekker dan? Witlof. Dat vind ik echt niet lekker. Dat vind ik zo
Ja. En van die mensen die zeg maar witlofsalade maken. Man, ik kan daar echt niet mee. Dat is zo bitter. Of rode biet. Oh, dat vind ik wel lekker. Mm-mm. Oh. Not my type. Heb je ook gyoza geprobeerd? Mm. Heb je nou dezelfde? Die zit in mijn soep. Oh ja, je hebt natuurlijk gyoza ramen of zo. Dat is echt lekker. Oh, dit is sojasaus denk ik. Mm. You good? Maar ik vind jou ook niet echt girly girly of zo. Ik vind jou echt stoer. Je bent wel zeg maar een dame. Mm-hmm. Best wel dames. Maar je hebt dames en je hebt dames dames. Snap je wat ik bedoel? Ja, yeah, ja. Yeah. Wat is jouw raarste voedselcombinatie? Luister, ik had een ex. Oh nee, hier komt het. En die moeder was niks tegen Nederlanders, maar die moeder was Nederlands. En toen maakte ze een vis ovenschotel met mandarijn. Hè? Was die visschotel warm? Ja. Was die mandarijn ook warm? Die mandarijn was warm. Nee! Wordt het lekker? Kijk. Waar ligt bij jou de grens? Bij je schoonmoeder. Hoe je moet gedragen tegenover. Of hoe zij zich gedraagt tegenover jou. Oh. Ik had een ex en ik zou samen gaan wonen met deze ex. En we gingen dus huizen zoeken, weet je wel, samen. Dat is het moment dat je samen een huisje gaat zoeken en samen leven gaat beginnen. Dus ik allemaal spulletjes sparen in dozen, weet je wel. Oh. Ja, want nou, ja, het is toch een cute. Ding, toch? Ja, klinkt cute. Nou, wij een aantal huizen bezocht en op een gegeven moment hadden wij het huis gevonden. Het huis, zeg maar. Alleen, ik was er niet helemaal mee eens, want het was een heel mooi huis, heel mooi groot huis, een gezinswoning, maar niet op een juiste plek. Ik ga ook niet de plek zeggen, want dan weten we precies welke exit is. Mm-hmm. Maar die moeder van hem zat het heel erg te pushen, omdat het heel vlak bij haar was. Oh. Maar ik dacht, ja weet je, ik heb red een auto. Speaking of red flags! Maar dat, ik dacht, oké, weet je wat, ik heb een auto, ik kan gewoon naar mijn werk rijden, whatever. Dan rij ik maar een half uur langer naar mijn werk, dus who cares. Hè? Dan woon je lekker toen had je, ja, maar weet je wat het is, als je verliefd bent, dan heb je gewoon alles ervoor. Een half uur is eigenlijk maar een half uur. Wat is een half uur? Nee, even een half uur veel. Maar we hadden dus een eerste bezichting waar zij per se bij wou zijn. Prima, weet je wel. Mm-hmm. Ook daar in de buurt. We gingen naar dat huis. We gingen dat huis. Was dat huis. Ja, dat huis gingen we bezichtigen en zij wou daar per se bij zijn. Prima, wij helemaal om haar agenda heen gescheduled. Want zij moest natuurlijk werken. Weet je wat ze gedaan heeft? Dit is echt gebeurd. Zij heeft een bezichtiging gepland zonder mij. Een tweede bezichtiging zonder mij. In hetzelfde huis? Datzelfde huis. Nee, ze is shady. Ja, maar ik was dus heel erg verdrietig daarom. En het heeft een beetje die magic weggehaald van samenwonen. Zijn ouders hadden een sleutel. En die kwamen gewoon naar binnen. Niet kloppen of bellen? Nee, niet kloppen, niks. Die kwamen gewoon binnen. En ik had het een soort van voorzichtig aangegeven van luister, ik vind het niet heel chill. Maar ja, ik had ook een ruzie gekregen dat ze een tweede bezichting zonder mij ging inplannen. Dus waarom zou zijn moeder geen huissleutel mogen? Hebben jullie dan uiteindelijk nog echt samen gewoond? Ja, maar hoe lang heb je dat volgehouden? Een jaar. Ik had dus ook een ex en die was ook echt een mama's kindje. En dat kan. Het is prima. Maar letterlijk. We hadden bijvoorbeeld een date of zo. En dan werd hij gebeld door zijn moeder. Dat hij haar moest ophalen. Gewoon ergens. Random. Gewoon heel random, hè. En dan gingen we gewoon met z'n tweeën bijvoorbeeld die moeder ophalen en dan weer brengen. Maar gewoon tijdens die date door. En hij deed het altijd. Hij zei niet een keertje van mam, ik ben op een date. Kan het misschien later of zo. Iets in de richting. Nee, het ging gewoon meteen. We moeten nu naar mijn moeder toe. Of we moeten nu mijn moeder brengen. Of we moeten nu mijn broertje uit het ziekenhuis halen. Iedere keer was er gewoon iets. Dat was bij mij ook wel van. Skip. Ja, skip. Gewoon letterlijk. Skip extra, jou, man. Extra tijd, zeg maar, inplannen. Want je weet dat tussendoor je moeder moet opgehaald worden ergens. En dan hadden we echt van die dates ingepland dat we bijvoorbeeld echt naar Almere gingen en zo. Maar dan moesten we gewoon tussendoor moesten we gewoon terug naar Amsterdam om bijvoorbeeld die moeder ergens te brengen. Als het een keer gebeurt, prima. Maar elke keer, ja sorry, nee dat gaat er wel bij die in. Snap ik wel, maar wat zijn dan voor jou echt de red flags? Want ik heb er zoveel genegeerd in mijn life. Ja, ik ook. Luister, een van mijn exen die heeft gelogen dat hij drugsdealer was. Ik dacht, hij had gewoon een normale baan. Nou, niet dus. Eindstand, ik kwam erachter, hij was gewoon een drugsdealer al die tijd. Maar waar dacht je dat hij werkte? Met een normale baan. Nou, ik was heel naïef, hè. Ik ben nog steeds heel naïef, trouwens.
Waarschijnlijk gezegd, hij werkt bij postkantoor. Ja, hij zei iets, maar ik vroeg nooit door, zeg maar. Mm. Maar als ik er dan weer aan terugdenk, dan is het eigenlijk best wel shady. Hij zei tegen mij dat hij in een coffeeshop werkte. Dus ik wist wel dat hij zich daarmee bezig hield. Don't drugs. Maar... Don't do drugs, kids. Don't do drugs. Don't do this. Nee, eat your vegetables. Bij eindstand bleek het gewoon dat hij de dealer was. Hij was geen verkoper of iemand die in een coffeeshop werkte. Het was gewoon echt een dealer. Oh my god. Red flag. Hoe lang heb je met hem volgehouden? 2,5 jaar. Oh, nee, Kelly. Twee jaar. Oké, wanneer kwam je erachter? Volgens mij na 1,5 jaar. Oh. Weet je wat dat is? Er is echt veel gebeurd in die relatie. Nu ik terugkijk ook. Kijk, toen der tijd, ik pikte alles. Hè. Het was mijn allereerste relatie. Ja. Ik pikte gewoon alles. Ja. Maar als ik dan kijk naar de relatie die ik nu heb met Filip, dan denk ik van, oh, het kon dus ook anders. Oh, jij bent naar Burnaboy gegaan. Stop. Ik zag opeens Jonah Frazier. Nee, luister. Wanneer je naar Burnaboy gaat, maar je ziet Jonah Frazier. Nee, maar ik zag je eerder dat Jonah Frazier toch is gekomen. Ik vind het wel heel knap van hem dat hij dat hij durft. Want hij wist waarschijnlijk wel dat hij die lading zou krijgen. Ja, maar luister, die grap is... Mensen kwamen vanuit Engeland en alles om Burnaboy te zien. Dan zie je Jonah Frazier, verstaan helemaal geen moer. Ja, dat is wel zo, ja. Oké, ze bouwen alleen op beat, maar ze verstaan helemaal niks. Ik denk dat Jonah Frazier gewoon last minute is gevraagd. Ja, denk ik ook. Het was niet de bedoeling dat hij zou komen. Ze zeggen surprise act, maar I don't know. Is hij lekker? Een beetje koud wel, maar... Oh. Hij is wel lekker, hij is goed, goed gekruid. Jij liegt ook heel veel, hè? Luister, soms als ik die video's terugkijk, dan zie ik je gewoon sneaky kijken in de camera. En dan zie ik dat je gewoon iets sneakies aan het doen bent. Je bent gewoon shady. Nee! Oh, je speelt ook altijd vals. Nee! Wow! Nee! Hoolie girl, nee, 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 nee. Tactisch. Ja, ik speel koud op tactisch. Luister, en ik ga je uitleggen hoe het zit. Nou, hier komt ik luister op. Altijd naar wat Wasima zegt en niet zegt. Als wij een parcours moeten afleggen, bij wijze van spreken, dan luister ik heel erg naar wat ze niet zegt. Precies dat filmpje zag ik ook, hè? Dat je die ding moest, iets uit een tas moest halen of zo, of iets uit een zak moest halen. Dat je iets ging verstoppen. Oh ja, maar ze heeft niet gezegd dat het niet mocht. Jij bent shady, ik zeg. Nee, okay, luister. Als jij een parcours moet afleggen en ze zegt bepaalde dingen niet, dan mag je die dingen toch gewoon doen. Want ze heeft niet gezegd dat het niet mag. Is dat per se vals of is dat gewoon heel slim en tactisch? Kelly, doe niet de raam, want jij zou precies hetzelfde doen. Kom niet hier heilig naast mij zitten, want ze zou hetzelfde doen. Ik zeg je eerlijk, als ik tegen jou Hoolie Girl zou spelen... Maar zou er echt geen vriendinnen zijn. Echt ik denk niet. Het ook niet. Echt niet. Ik zeg maar als jij vals gaat spelen, ik... Is niet vals, is jawel, tactisch. Het is vals spelen. Is jullie snappen vals. Het niet, het is tactisch. Wasima heeft niet gezegd dat het niet mag. Is het vals? Het is niet vals. Jij hebt er gewoon niet aan gedacht, dus dat is echt jouw eigen zaak. Ik denk er wel aan. Ja, maar soms... Zo denk ik al 9 seizoenen over na. Hoe vaak heb je nu van die 9 seizoenen gewonnen? Nee, van de 13 seizoenen heb ik er 9 gewonnen. Nee. Ja, man. Omdat je vals speelt dus. Kelly, shut your ass. Mijn haar zit zo strak. Heb je wel eens van? Heb je wel eens braids gedaan? Nee, want ik heb een ronde hoofd. Nee, ik denk dat echt heel mooi bij jou gaat. Nee, maar ik heb een bolle hoofd. Heb je geen braids filter of zo? Hoe kijk je terug op de livestreams? We weten allemaal welke livestreams. Maar voor de mensen die een beetje achterlopen, gaat het waarschijnlijk over Juice for Justice. Begin van dit 2023 zijn we begonnen met... Nee, eind 2022. Ik kwam pas in het nieuwe jaar. Oké, misschien kan jij het beter uitleggen, want ik hoor eigenlijk niet van Just Oké, okay, het was nooit de bedoeling dat we een sensatiegroep gingen starten. We gingen gewoon elke avond live, want ik zat natuurlijk... Vanaf december dus al. Vanaf december al thuis, inderdaad, ja. Mm-hmm. Het was vakantie en ik had een beetje TikTok ontdekt. En ik ging elke dag live en toen kwam Faisal erbij. En toen hadden we eigenlijk een soort van groepje met andere mensen, waarvan we de naam niet gaan noemen. Mm-hmm. Maar het escaleerde heel snel, want mensen kwamen met heel veel sensatie waar wij weer op reageerden. Dat is misschien ons eigen fout geweest, maar actie-reactie had je een beetje. En dat ging elke live zo door, want je voelde een soort van pressure van, oh ja, maar ik moet hier nog op reageren. Weet je wel? Oh ja, dat had ik ook. Ja, dat ja. Ik helemaal. Mm-hmm. Want anders gaan mensen het de wereld inbrengen op een andere manier, laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment hadden we gewoon een show. Een avondshow. Mensen gingen gewoon zitten voor onze live. Mensen gingen wekker zetten. Mensen maakten TikToks. Ze bestelden eten.
Juist. Voor die live. Op een gegeven moment gingen we gewoon een event maken en duizenden mensen gingen meedoen, zeg maar. Hoe dat, de knop, weet je wel, meedoen. Mm. En hun wekker zetten, dat was echt bizar gewoon. Op een gegeven moment, dit ga ik nooit meer vergeten, we raakten 52.000 kijkers in één live. Klopt, dat zag ik. Dat was echt insane. Volgens mij is het de meest bekeken livestream in heel Europa, toch? Volgens mij, als ik de statistieken goed had bekeken inderdaad, en de nieuws, het nieuws zeg maar had gevolgd, een beetje, van TikTok nieuws, dan waren wij een van de meest bekeken TikTok livestreams. Dat was lijp. Echt bizar. En hoe kijk je er zeg maar op terug, als je er nu aan denkt van... Als je mij nu vraagt, zou je de tijd terugdraaien en het nog een keer doen, zou ik zeggen nee. Het is het zo niet waard. Het is echt, zeg maar, voor even heel erg leuk. Het heeft mij bezig gehouden in een vakantie, maar ik heb zoveel meer op het spel. Mm-hmm. Ik heb een eigen YouTube-programma, weet je wel. Ik doe mijn eigen ding, maak mijn eigen content, ik doe zoveel dingen daarnaast. En dan verpest ik eigenlijk en vergooi ik eigenlijk alles voor een live. Weet je wat het ook is? Kijk, er zijn een aantal mensen die wel, zeg maar, iets hebben. En het is niet shady bedoeld. Maar er zijn mensen die wel iets hebben, zoals jij hebt en Hooly Girls. Ja, vijf zoals Brian, YouTubers en muziek en weet ik wat. Ik had mijn dingen en zo. YouTube, ja. Iedereen heeft wel een beetje wat. En er zijn ook een paar mensen die helemaal niks te verliezen hadden. Klopt. Die eigenlijk ook nooit samenwerkingen hebben. Of nee, die denken dat ze wat zijn. Of ze liegen over hun samenwerkingen en zo. Het was voor ons gewoon een echt de meest domme set die we ooit hebben kunnen maken. Klopt. En ik heb niet eens in veel livestreams gezeten. Maar ik zat wel vaak in die livestreams die viral gingen. Waardoor mensen mij automatisch ook denken dat ik bij Juice for Justice zat. Ja. Maar dat was eigenlijk niet het idee. Nee. Want toen zij in december live gingen, was ik... Helemaal niet op Klopt. TikTok. Ik wist niet eens van die livestreams af eigenlijk. Pas toen een bepaald iemand erbij kwam kijken en er kwam een bepaalde ruzie. Toen pas werd ik er eigenlijk ook in gemengd. Omdat het persoonlijk werd. Ja, die mensen gingen me letterlijk appen erover. Maar hoeveel volgers heb je er ongeveer bij gekregen op TikTok alleen? Tijdens die lives? Mm-hmm. Bijna een ton. Nee, echt waar? Ja man. Holy shit. En besef het, al die mensen zijn nog actief. Ja, het zijn actieve volgers, ze hebben je net pas allemaal gevolgd. Ja. Toevallig gisteren had er iemand een haataccount over mij gemaakt op TikTok. Hoe kun je Kelly haten? Het heette Kelly Kut. Het heette Kelly Kut. Zo origineel, het is een originele naam. Goede naam bedankt. Maar ik heb een vermoeden wie die haataccount is. Ik heb een vermoeden. En speel de juice, mami. Waarom? Zij heeft me best wel vaak gedm'd over mentale problemen. Nou, ik heb zelf ook mentale problemen gehad. Ik probeerde er gewoon iedere keer voor haar te zijn. Door met haar te praten. Door te vertellen dat het ook anders kan. En dat ik er bijvoorbeeld uit ben gekomen uit die depressie en zo. Maar zij, het leek gewoon alsof ze een soort van daar gebruik van maakte om met me te kunnen praten. Oh. En ze heeft echt uitgemelkt gewoon. Op een gegeven moment begon ze te liegen en dat merkte ik. Het was gewoon oprecht liegen. Mm. En daar kan ik gewoon niet mee. Dus op een gegeven moment begon ze zeg maar heel slecht over mij te praten bij iemand anders. En diegene had de screenshots naar mij gestuurd. En ik wist gewoon dat het echt was. Want het was gewoon ons gesprek, had zij zeg maar... Naar dat meisje, het is echt heel ingewikkeld. Dat zij had een gesprek van ons, dus mij en haar, naar dat meisje gestuurd. En het meisje heeft daar weer een screenshot van gestuurd van dat zij het stuurt en nog wat zegt. Oh ja. En toen heeft ze dat dus naar mij gestuurd. Maar ik had helemaal geen contact met het meisje. Dus het kwam echt random uit het niets. Wow, die had ik ook niet verwacht. Ja, en ik hou gewoon niet van shady mensen en mensen tegen me liegen. Dus ik heb haar gewoon geblokkeerd. En ik heb ook onze video die we samen hadden, heb ik ook offline gehaald. Daar werd zij boos om. En toen heeft zij gisteren in een groepsapp op Instagram met allemaal fanaccounts van mij, ging ze heel slecht over me praten. Ik zat er zelf niet in hoor, dus ik heb het zelf niet gelezen. Ik hoef het ook echt niet te lezen, want ik denk dat ik echt Mensen hebben zoveel tijd. Maar Faisal zat toevallig in die groep ook. En Faisal is helemaal voor me opgekomen en... Die vond het ook echt niet oké dat dit gedaan wordt en zo. Maar besef, je gaat van een fanaccount naar een haataccount. Omdat je niet de juiste aandacht krijgt die je wenst te willen krijgen. Ja, maar dan denk ik van, ik ben waarschijnlijk een van de weinige influencers die met je praat. Die elke dag met haar sprak, elke avond zat ik gewoon hele lappe tekst naar haar te sturen. Zo, je hebt zin?
ik heb het echt gedaan. Omdat ik het zo. Ik voelde haar, snap je? In feite, goed hard heb je dat gedaan. En ze heeft daar gebruik van gemaakt. En ja, nu is dat klaar. Zijn jullie al goed met Afrouw? Hoe komen mensen op deze vraag? Sorry, maar. Ze gaat nog steeds door, of zo heb ik gehoord, hè? Ja, want. Ik zit niet meer op live. Ik ook niet meer op TikTok live. Ik kijk niemands live. Ik vind het echt zo saai, sorry. Ik heb het altijd al saai. Ik ga eerlijk zeggen, soms ga ik wel live, maar doe ik gewoon echt mijn eigen ding. Doe ik mijn make-up of zo. Mm-hmm. Weet je wel? Mm-hmm. Vermoeiend. Als mensen geen vrienden hebben, wij hadden al moeten checken van waarom heeft ze geen vrienden? Wat is de reden daarvan? Waarom? Nu je het zo hebt meegemaakt, snap je van, oh, dit is de reden waarom ze altijd met de familie is. Want ze heeft geen vrienden. Ben je nu ergens mee bezig? Toevallig wel. Wat in de toekomst gaat komen. Ja. Wil je daar wat meer over kwijt? Ik ben met twee dingen bezig. Wat nog niemand, eentje wat nog echt niemand weet en eentje waarvan jij het wel weet. Mm-hmm. Die andere ga ik nog niet zeggen, want anders ga ik het echt heel erg jinxen. Boze ogen, ja. Ja, ga ik het echt heel erg jinxen. Faisal en ik hebben een podcast straks. Wanneer gaan jullie live? Nou. Want ja, ik wist het al. Ja. Ja, ik ben natuurlijk gewoon op de hoogte van deze dingen, maar jullie thuis natuurlijk nog niet. Nee. En maar. Jij zou meedoen! Ik zou eigenlijk meedoen, ja. Maar helaas. Dat hebben we niet meer gedaan. Nee. Helemaal. Daar hebben we alle begrip voor. Helemaal begrijpelijk, want je hebt zoveel andere projecten. En het past gewoon niet meer in jouw schedule. Ik denk dat ik echt een burn-out ga krijgen als ik dat toch ben. Kelly doet hele leuke dingen, maar een podcast was net weer iets te veel voor haar. Ja. Denk ik. En ik merkte ook echt dat er geen energie uit. Zeg maar, dat je er geen energie uit had. Ja, af en toe wel. Ja. Vooral in het begin. Ja. Steeds toen het dichterbij begon te komen, toen merkte ik wel van oké. Is dit wel een goede stap? Ja, nee, we zijn nu op het punt dat we het helemaal hebben uitgewerkt. En we zijn helemaal uitgewerkt. Oh my god, wanneer gaan jullie pilot schieten? Binnenkort. Oh my god, ja. ik ben ook echt benieuwd, hè. Ik wil het ook even luisteren. Ik ga de naam nog niet zeggen, want we willen gewoon in één keer de wereld inkomen. Maar het wordt hartstikke leuk. En jullie kennen Faisal. En jullie kennen mij. En het wordt niet een plain podcast met saaie vragen, dit, dat, zo, school. Want at the end of the day is Faisal King Faisal en ben ik Jane the Woolly Girl. Dus jullie kunnen zelf een beetje invullen hoe die podcast ingevuld gaat worden. En hou in je hoofd, twee drukke mensen. Deze vraag is best wel persoonlijk. Oké. De vraag is, hoe heb je je miskraam ervaren en denk je er nog aan soms? Wow, dat is een hele ander contrast met vorige Ja. Ik denk er nog altijd aan. Het is een hele moeilijke periode geweest in mijn leven. Ik heb het nooit echt gedeeld. Ik had het wel een keer laten vallen in een Woolly Girls aflevering, maar nooit echt. Je hebt het nooit zelf persoonlijk gedeeld? Nee, ik heb daar bewust voor gekozen, want ik wilde dat moment niet opnieuw ervaren. En als ik het dan de wereld in ging brengen, deed het mij ook niet veel goeds. Het bracht mij geen rust. Ja. Dus ik had er bewust voor gekozen om het niet over te hebben, niet inhoudelijk. Alleen, het is gebeurd. Het is een moeilijke periode geweest. En dat is iets wat ik altijd nog bij me draag. Ja. Vind je het lastig ook om er zo over te praten? Nu wat minder. Er is natuurlijk het een en ander gebeurd, waardoor dit verhaal de wereld in is gekomen. Hoe zijn de reacties op jou geweest toen het online is gekomen? Want jij hebt het zelf niet naar buiten gebracht. Nee, er is een groep geweest die heeft mijn persoonlijke situatie de wereld ingebracht. Op een negatieve manier? Op een hele negatieve manier. Mm-hmm. Op een manier waar zij ook om moesten lachen. Ja. Dat deed me heel veel pijn. En ik was er heel verdrietig door. Dat weet ik wel. Ja. Ik was heel emotioneel. Ik had toen als eerst ook Faisal gebeld in de ochtend. Want ik kreeg natuurlijk in de ochtend, toen ik wakker werd, 100 screenshots. Ja. Of screen records. En het was zo pijnlijk. Niet eens dat ze het over mijn miskraam hadden, maar dat ze erom gingen lachen en grapjes gingen maken. Dat deed mij heel veel pijn. Mm. Het was geen leuke periode. Ik had op dat moment ook heel veel pijn. En dan ga je erom lachen. Het is niet dat ik op een Lego blokje sta of iets. Ik verlies een kind, dat is niet grappig. Nee. En ongeacht jij boos bent op mij, zulke dingen wens je niemand toe. Ik snap ook niet hoe dat zo is, hoe dat onderwerp zo naar boven is gekomen, zo random. Want je had niet echt meer volgens mij contact met die mensen. Nee, ik heb zeg maar die livestream heb ik echt, in het begin van het jaar heb ik die gelaten gewoon. Mm-hmm. Want ik had zoveel meer op het spel. Het was echt weer een klap in mijn gezicht. En het gekke was dat ik het ging reposten met mijn reactie erop van
ik hoop dat jullie dit nooit mogen meemaken. Dat had ik gezien, ja. Ik heb er niks negatiefs op gereageerd. Gewoon alleen puur van, ik hoop en ik wens dat jullie dit nooit zelf hoeven mee te maken. Zoiets had ik erop gereageerd. En toen was het opeens, werd ik gebackfired, want het was opeens mijn eigen schuld dat dit de wereld inging. Maar door wat voor mensen kreeg je dan zoveel reacties? Door kijkers van jou of kijkers van hun? Kijkers of... van hun. Want ik kreeg zoveel positieve reacties en zoveel steunbetuiging. Maar het ging mij niet om de steunbetuiging. Het ging mij gewoon meer om het feit van, beseffen jullie wat jullie nu aan het doen zijn? Ja. Want stel het voor, er zat ook een dame bij, stel het voor, gebeurt bij jou. Had jij het gewaardeerd en had jij het leuk gevonden als mensen over jouw verlies ging lachen? Het is hoe dan ook erg of je nu een jongen of een meisje bent. Alleen, sommige mensen zijn misschien mentaal gewoon nog niet zo ver om dat te kunnen beseffen. Nee. En het is gewoon verschrikkelijk hoe je nou bent of keert. Het is gewoon verschrikkelijk. Klopt. En mensen moeten gewoon respect hebben voor jouw situatie. En zij horen dat niet naar buiten te brengen. Dat is aan jou. Dat was niet aan hun inderdaad. Ik had er echt moeilijk mee. Ik had me ook helemaal afgezonderd van iedereen. Want het was echt een moment dat ik weer opnieuw was aan het beleven was, zeg maar. Ja. Het was heel vervelend. Ja, dat kan ik echt wel begrijpen, ja. Ja, en mensen die bleven maar vragen stellen. Maar mensen begrepen ook niet, zeg maar, dat ik het niet over wilde hebben. Met een reden. Ja. En het was allemaal goed bedoeld. En, maar ja, tot de dag van vandaag hoeft het van mij niet, weet je. Ik heb het zelf moeilijk gehad. Ik heb het in mijn eentje moeten verwerken. En dat heb ik op mijn manier gedaan. En dat hoeft echt niet op deze manier. Dus ik heb, ja, voor nu, ik hoef er nog steeds niet echt over te hebben, weet je. Maar... Nou, ik ben echt knap voor je. Kan je de knuffel geven? Want ik heb je natuurlijk niet meer gezien na dat. Nee, ik heb je wel eventjes een appje gestuurd, maar... I know, vond ik zo lief. En ik heb zo'n lief bericht gekregen, maar... het was echt een beetje een eigen strijd die ik weer aan het voeren was. Mm-hmm. Dit was er weer voor deze video van vandaag. Jane, echt hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn. Graag gedaan, thanks for having me. Leuk dat jullie kijken. Vergeet deze video natuurlijk niet te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. Laat me even in de comments weten wie ik de volgende keer moet uitnodigen. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week vrijdag weer om 6 uur met een gloednieuwe video. Doei! Doeg!